Een hele goede morgen. Het is vroeg in de ochtend. En ja, dan is de natuur op zijn mooist. Wanneer de dag ontluikt, wakker wordt. Je hoort eigenlijk alleen de vogeltjes. De lucht zo mooi. Serene rust eigenlijk. En ik heb een boek gelezen. Allegria. Ik denk, ik vind dat een heel mooie topic om daar eens een video aan te wijden. Dus dat ga ik ook doen. En ik wil er ook een stukje uit het boek van voorlezen. En ja, ik wil je ook het uitzicht zeker niet ontnemen. Er staat wat wind. Oh, een visser. Ik dacht eerst een hond, maar iemand die zijn hengel uitwerpt. En ja, eigenlijk zit het geluk in kleine dingen. En ja, het geluk buiten jezelf zoeken is eigenlijk een Fata Morgana. Wanneer je op zoek gaat naar geluk, zul je het nooit vinden. Geluk zit in jezelf. En alles waar je je aan hecht in de buitenwereld, dat brengt lijden met zich mee. Dus ja. Waar dit boek eigenlijk over gaat, is het geluk in de kleine dingen vinden. En er is mij wel eens gevraagd van, waar ben jij nou expert in? Ja, toch wel omdat ik behoorlijk wat heb meegemaakt. Juist het genieten van de kleine dingen. Daar ben ik dan wel weer expert in. Nou, ik ga toch maar even weer. Maar dat bankje is nat. Ik zit een beetje te klooien. En die zon, nou ja. Ik ga een stukje voorlezen wat ik dus eigenlijk met je wilde bespreken. Want hij heeft het hier over. Even kijken hoor. De 5 dingen waar mensen spijt van hebben. Op hun sterfbed. Dus ja, na het leven geleefd te hebben. En dan zegt hij hier ook, hij stelt 2 vragen. Als je niet bang was, wat zou je dan doen? Mooie vraag. Je mag even inzinken. Als je niet bang was, wat zou je dan doen? Dan krijg je hele andere keuzes. Want heel vaak maken wij keuzes vanuit angst. En de volgende vraag is, wat doe je graag en wat maakt jou gelukkig? En dat dan te gaan doen. Want het is vaak, had ik maar, als je sterft, voordat je sterft. Daar heeft hij het over. En daar is onderzoek naar gedaan. En het eerste, had ik maar, spijt op iemands sterfbed. Had ik maar de moed gehad om een leven te leiden waarin ik trouw was aan mezelf. In plaats van te voldoen aan verwachtingen van anderen. Ja, dat is een hele goeie. We leven vaak vanuit een verwachtingspatroon. Van oké, dit verwacht iemand van mij. Zo hoor ik me te gedragen. En daar baseer je dan je keuzes op. Maar trouw zijn aan jezelf. Als je een keus maakt. Voelt dit goed voor jou? Sta je hier volkomen achter? Doe je dit omdat het jou gelukkig maakt? Of om een ander te pleasen? Al dat soort dingen. Kan je dan over na gaan denken. Dus dat vind ik een hele goeie. En de tweede, waar je had ik maar voordat je sterft, had ik maar wat minder gewerkt. Ja. Nou ja, dat kun je natuurlijk zelf invullen. En vooral door workaholics die zichzelf eigenlijk in hun werk storten. En dit kan je ook zien als een afleiding. Mensen die niet naar binnen willen keren. Om verdriet aan te durven kijken. Die kunnen dus zichzelf volledig storten op het werk. En eigenlijk, ja, het leven voorbij laten gaan. Nog meer vissers in een boot.
En de derde is, had ik maar de moed gehad om mijn gevoelens te uiten. Want jezelf kwetsbaar opstellen, nou, dat is natuurlijk ook een dingetje. Want als je je kwetsbaar opstelt, dan kan je verdriet gedaan worden. En ja, kwetsbaar opstellen. Gewoon doen. Durven. Wat kan er gebeuren? Iemand kan je uitlachen, iemand kan je... Wat dan ook. Maakt niet uit. Je kan beter teleurgesteld worden als je je kwetsbaar hebt opgesteld. En je hebt het gedurfd. Je hebt het getoond. Je hebt het geuit. Je hebt het verteld. Dan wanneer je het niet doet. Oh, daar staat die visser. Achter die boompie. Die heb ik ook nog even op de camera meegenomen. De vierde is, was ik mijn vrienden maar niet uit het oog verloren? Ja, in principe, de eerste vriendschap in je leven, daar blijf je toch altijd aan terugdenken. Van je schooltijd, van je kindertijd. En ja, zo gaat het leven. Je gaat verhuizen, je gaat trouwen, je hebt kinderen of whatever. Je begint aan je carrière, maar dat soort mensen verlies je uit het oog. En ja, dat is dus nummertje 4. En nummertje 5 is, had ik mezelf maar meer wat meer geluk gegund. Dus ja, ook daar weer in, hè. Wat gun jij jezelf? Wat vind jij belangrijk in je leven? En helaas komt dat spijtgevoel ook heel vaak voor. Als het, zeg maar, te laat is. En daar schrijft hij dan over, zeg maar. Iemand met een klein hondje, die wordt uitgelaten. En ja, dat zijn toch wel de dingen waar het om gaat, waar het om draait in het leven. En daar staan we niet altijd bij stil. Vandaar dat dit boek ook zo goed is. En ik zou het ook zeker aanraden om dit boek te kopen, te gaan lezen. Misschien zelfs bij de bibliotheek. Als je het boek niet wil aanschaffen. Want het is toch wel rond de €20, zo'n boek. En ja, eigenlijk is het gewoon leef je leven en haal alles eruit wat erin zit. Je kan beter ergens spijt van hebben van wat je gedaan hebt als van iets wat je niet hebt gedaan. Eigenlijk. Ja. Dus dit wilde ik eigenlijk even met je. Ik vind het wel een heel mooi boek en het gaat om het geluk. Ga voor het geluk. Wat maakt jou gelukkig? Zorg dat je geen spijt krijgt van iets wat je niet hebt gedaan. Ik ga je nog even genieten van het uitzicht. Alles op me in laten werken. Ik wil je bedanken voor het kijken. Onder mijn video typ ik een tekst. Lees die ook. Zou ik leuk vinden. En ik heb Insta. Bewustzijn is bewustzijn. Daar kun je me ook op vinden. Een hele mooie dag. En tot de volgende. Doei!